Eerst gruweldaden in 3 concentratiekampen overleven en vervolgens ook nog een scheepsramp na een bombardement. Het is het onwaarschijnlijke verhaal van Wim Alozerij, die gisternacht op 94-jarige leeftijd overleed. En het was hier in het West-Friese Zuidermeer waar hij in 1944 enkele maanden ondergedoken zat bij de familie van Diepen. Ik denk een stukje achter mij. Er was een schuilplaats uitgegraven, dus daar kroop hij elke avond in. En dat was zijn plek om de nacht door te brengen. Het gaat mis als Wim en 2 anderen op straat worden gezien door 2 landwachters. 1 weet er te ontkomen, Wim en de ander verstoppen zich in een hooiberg. En dat hebben die landwachters natuurlijk in de gaten gehad. En die bedreigden de boer. En die zeiden, als ze er niet uitkomen, dan steken we de boerderij in brand. En toen heeft hij ze dus geroepen van, nou ja, jongens, kom eruit. En dat hebben ze gedaan. Toen zijn ze naar buiten gegaan en werden ze meegevoerd door de landwacht. Wonder boven wonder overleeft Wim Alozerij dus de oorlog. Zijn boek De Laatste Getuige is pas net uit. En nog maar 3 weken geleden was hij weer in Zuidermeer voor een ontmoeting met de kinderen van zijn helpers en om een lezing te geven. Dat was heel bijzonder. En toen het afgelopen was, was er spontaan een staand applaus van een paar minuten lang. Hij zou eigenlijk spreken tijdens de dodenherdenking in Amsterdam. Maar gisternacht blies hij zijn laatste adem uit. Maar misschien is het ook zo, het staat er nu allemaal. Het staat allemaal, iedereen kan het lezen. En dat is het laatste wat ik heb kunnen doen. En ook bijzonder dat hij, ik begreep dus bij Hamburg is overleden. En daar is Neuengamme heel dichtbij, dus het kamp waar hij lang gezeten heeft. En dat hij daar dan weer, juist daar, is overleden. Dat is ook bijzonder.